Alles onder één dak bij Jansen Sound & Light in Gent. Oren en ogen voor geluid en licht. Voor verkoop en verhuur van theaterverlichting, geluidssystemen, mixers, mengtafels, lichteffecten, van microfoons tot rookmachines. Alles voor u onder één dak. Jansen Sound & Light in Gent. Als uw wensen groter zijn dan uw budget, bel ons dan gerust, want voor elk probleem zoeken wij de juiste oplossing. Jansen Sound & Light, 0841 425 335. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloop van Gelderland. Twice is nice te Huzen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleine huisraad, kleding, LP's, CD's, video's, curiositeiten en gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huzen. Industrieterrein Pannenhuis tussen Praxis en Floor Factory het steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice, Huzen. Welkom bij Lingewaard Lokaal Info Kort met vandaag nieuw bestuurder Kinkel, biep naar stad Huus in Husse, kerken niet dicht bij de levensbron en bruggetje in Bemmel teruggeplaatst. Nadat vorige week het oude bestuur van de Kinkel boos en teleurgesteld opstapte, is er met ingang van 24 september een nieuw bestuur. De drie nieuwe bestuursleden komen alle drie uit Bemmel. Het zijn de heren Jan de Moor, Jan-Willem Bedouw en Don Derksen. Om als bestuur goed te kunnen functioneren, moet het bestuur met nog twee andere leden worden uitgebreid. De Kinkel in Bemmel staat bekend als een goed lopend en gezond cultureel centrum. Het nieuwe bestuur wil zich gaan inzetten om binnen de doelstellingen van de stichting De Kinkel een constante bijdrage te blijven leveren aan het sociaal-maatschappelijke en culturele klimaat in de gemeente Lingewaard. Niet alleen een maatschappelijke, maar zeker ook een bedrijfsmatige exploitatie is van groot belang. In overleg met de gemeente en de gebruikers zal in de komende tijd nagegaan worden of daarvoor voldoende voorwaarden kunnen worden geschapen. Op de oude locatie, in de Donatuskerk of in de nieuwbouw van de Kinkel. Bibliotheek Lingewaard komt over 2013 ruim 43.000 euro te hoog uit met de huisvestingskosten voor haar Huzense vestiging. De bibliotheek kan het bedrag vanwege de bezuinigingen op de organisatie zelf niet ophoesten. De gemeente Lingewaard heeft nu besloten het bedrag te betalen.
De bibliotheek had al voor 2013 op een goedkopere plek in het stadhuis gerekend. De plannen om daar de Huissense verenigingen in de bibliotheek te huisvesten zijn al in volle gang. Het parochiebestuur van de Levensbron is teruggekomen om de kerken in de parochie te sluiten. De 7 kerken blijven voorlopig open. Behalve in Huissen zal er ook wekelijks een eucharistieviering in Haalderen zijn. Voor de 5 andere kerken in Gent, Bemmel, Angeren, Huissen-Zand en Doorneburg geldt dat ze louter nog gebruikt worden bij bijzondere gelegenheden, zoals een uitvaart, een huwelijk of een jubileum. Heilige missen in het weekend vallen wel weg. Het Levensbronbestuur heeft dit besluit begin deze maand genomen. Er waren veel protesten uit de parochie, reden voor het bestuur om met name Haalderen open te houden. Daar zal voortaan iedere zaterdagavond een eucharistieviering zijn. Het bruggetje dat eind 2012 werd verwijderd uit het Groene Hart van Bemmel is op donderdag 26 september jongstleden door een nieuw bruggetje vervangen. Door de inzet van een aantal wijkbewoners en een financiële bijdrage vanuit de Bemmelse wijkplatforms is er toch een oplossing gevonden waardoor vanaf heden mensen weer gebruik kunnen maken van een brug in het Groene Hart. De brug in het Groene Hart is gemaakt van composiet, dat is een kunststof, en is daardoor een duurzame onderhoudsarme brug. Een kunststofbrug heeft een levensduur van 50 jaar, daar waar een hardhouten brug een levensduur heeft van slechts 30 jaar. Wethouder Dolmans, iets klopt er niet, denk ik. Ja, of u zult het natuurlijk beter weten, de brug was weg, ja. De brug is terug. U bent een groene wethouder, ik wou bijna zeggen burgemeester, een groene wethouder en dan ligt er een metalen brug. Het is een kunststofbrug, hè? Een polyesterbrug. Ik heb me net laten uitleggen dat die brug milieuvriendelijker is dan een stalen brug. En dat heeft alles te maken met ook hoeveel energie dat je gebruikt om zo'n brug te produceren. En hoe lang gaat die mee? En deze brug, daar zegt men mij van, die gaat 50 jaar mee. Dat kan ik helaas niet meer controleren. Tenminste, ja, ik zou wel 120 kunnen worden, maar dat neem ik niet aan. En als je dus kijkt van hoeveel energie wordt er gebruikt om die brug te produceren en hoe lang gaat het mee, dan is dit dus een echte, moderne, weinig footprint hebbende brug. Ja. Weinig last van het belasting van het milieu. Ja, maar er is dus bewust voor gekozen in plaats van een houten. Ja, daar is zeer bewust door gekozen door degene die hebben voorbereid. En dan moet ik daar als gemeente bescheiden bij zijn. Want het hele proces van het leggen van de brug, het voorbereiden van de brug, is door de wijkplatforms gedaan in overleg met de initiatiefnemers. Dus daar kun je ook zeggen, grote waardering voor de initiatiefnemers dat ze het zo voor elkaar hebben gekregen. Ja. Nu zijn de verschillende wijkplatforms hier binnen Bemmel die geparticipeerd hebben in deze brug. Hun budgetjes die zijn op nu en de rest van een paar maanden. De budgetjes zijn op, maar volgend jaar is er weer eenzelfde budget voor alle wijkplatforms. En je mag verwachten, en ik ben er ook wel vrijwel zeker van, dat als een keer in Huissen of in Gent of wat dan ook iets is en er is iets te weinig, daar is een overkoepelende pot van de wijkplatforms. En het is ook weer een toonbeeld van samenwerking dat die pot dus ook zo nu en dan uitgegeven wordt op een of andere plek en dat het in overeenstemming gaat. Dus je kunt zeggen, dit is eigenlijk een schoolvoorbeeldje van hoe je met wijkplatforms en burgerinitiatief iets leuks voor elkaar kunt krijgen. U straalt helemaal. Heeft u vandaag een cadeautje gekregen? Ja, een heel groot cadeau. Wij hebben heel veel moeite gedaan om deze brug terug te krijgen. Ja. Of een brug terug te krijgen. En die is zojuist geplaatst. Dus, ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Een hele zwangerschap, zeg maar gewoon 9 maanden. Ja. Ja. Maar hoe is het hele project gegaan? Ik bedoel, in één keer was de brug weg? Ja, in één keer was de brug weg. Er waren hier werkzaamheden in de vijver. En men had last van de brug en kwam erachter dat de brug helemaal rot was. Aan de onderkant. En ineens was de brug weg. Ja. En wij keken daar vreemd van op en hebben aan de bel getrokken van komt er een brug terug. En er zou eigenlijk geen brug terugkomen. En wij als buurtbewoners hebben handtekeningen verzameld en elkaar een beetje opgezocht. Van wie gaat wat aan en wat gaan we doen. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Bij de gemeente, bij het wijkplatform. En maar er komt geen brug terug, dat houdt ook in dat er geen geld is. Er was in eerste instantie geen geld. Later heeft de gemeente toch nog wat kunnen knabbelen hier en daar. En de rest is door verschillende wijkplatforms bij elkaar gebracht.
Het pad ligt er, of lag er, laat ik het zo maar zeggen. Dus daar zou een brug bij moeten. Wordt die brug veel gebruikt? Ja, heel veel. Heel veel. Ik denk als ze vanaf nu tot januari voor iedereen een euro laten betalen, dat ze het geld van de brug al een heel eind terug hebben verdiend. Graag gedaan. Ja, jullie ook. Ja, ja. Geachte leden van de raad, ik beloof dat dit de laatste keer is dat ik ooit met de rug naar u toe ga staan. Commissaris van de Koning, wethouders, secretaris, griffier, collega's, familie, vrienden, geachte gasten. Voordat ik mijn speech doe, wil ik even stilstaan bij al die mooie woorden die net gezegd zijn. En bij de meeste mensen kom ik terug, behalve bij het verhaal van de heer Van Rumen. Dank voor uw welkom. Ik ben heel erg blij dat de mooie hoed al was verstrekt aan de heer Van Hout. Ik denk ook dat hem beter staat dan mij. Al was het alleen al dat ik nog steeds penningmeester ben van de oude kring. Dus het komt heel erg goed. Maar dank voor uw woorden. En ik wil ook het college danken voor het prachtige kleed. Ik had me inderdaad verontrust toen ik zag dat er geen kleden hingen aan de tafels van de raad. En dat is voor een dame toch wel heel oncomfortabel. Dus dank voor deze. Het wordt een ritueel om iedere raadsvergadering demonstratief dat kleedje neer te hangen. Dus dank je wel. En ik wil de voorzitter van de raad en de vertrouwenscommissie danken voor de mooie woorden. Ik begrijp dat Lingewaard erg geëmancipeerd is als je als hen de zaak mag voorzitten. Dus dank voor welkom. En bij de rest kom ik nog terug tijdens mijn speech. Dames en heren, 2013 was het beste vlinderjaar ooit. De zojuist bij mij omgehangen burgemeestersketen bevat het logo van Lingewaard, een vlinder. Geen ander dier of insect is zo symbolisch voor een proces van transformatie dan een vlinder. Voor de Noord-Amerikaanse Indianen is de vlinder een symbool van verandering in het hogere. Hij leert ons hoe we bewust kunnen veranderen, nieuwe voorwaarden kunnen creëren en wensen kunnen verwezenlijken. Elk nieuw idee en elk stap tot zelfontplooiing spiegelt zich in de ontwikkelingsgang van een vlinder. De eifase staat voor de geboorte van het idee. Het larvenstadium is de tijd om te kijken of het idee kan worden omgezet tot een daad. In het cocoonstadium moet men cocoonen, bij zichzelf te raden gaan of het bij je persoon past. En tenslotte het tevoorschijn komen van de vlinder, de geboorte van de nieuwe werkelijkheid. Deze vier stappen van verandering vinden in het leven voortdurend plaats. Ze zijn noodzakelijk voor verdere ontwikkeling, zo stellen de Indianen. De vlinder is dan een metafoor voor het ordenen van ons denken en het bewust zetten van de volgende stap. Wat een prachtig symbool voor deze fantastische gemeente die volop in ontwikkeling is sinds de samenvoeging van de voormalige gemeente Bemmel, Huissen en Gent. Het logo matcht met het grondgebied en geeft de ligging aan, de vleugels zijn de zes hoofdkernen en het lijfje is de rivier de Linge. De kop, ik zie allerlei mensen nu naar het logo kijken, de kop is het dorpje Ressen. De vlinder is vooral ook het kleurrijk symbool van de groene waarde van onze gemeente. U, geachte raad, zocht een nieuwe burgemeester die samen met u de vier zojuist beschreven stappen wil doorlopen om te komen tot een gemeentebestuur waarin raad, college en ambtenaren op constructieve wijze elkaar versterken en aanvullen. En u heeft besloten mij voor te dragen om u daarbij te leiden. En graag wil ik mijn dank uitspreken aan u en aan de vertrouwenscommissie voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. Ik dank ook onze commissaris van de Koning, de heer Cornielje. Ik vind het heel bijzonder zojuist bij u de eed te hebben afgelegd, of de belofte, toen ik dit bijna 4 jaar geleden deed bij mijn benoeming van Millingen, konden we niet bevroeden dat dat nog 4,5 jaar later
weer kon gebeuren. En dat stemt tot dankbaarheid. Een woord van dank wil ik ook uitspreken voor waarnemend burgemeester Steven de Vreese. Hij is ergens anders gaan zitten. Oh, op de hoek. Afgelopen 11 maanden heeft hij samen met u de basis gelegd voor het nieuwe begin. Hij heeft u geleid in het ontwarren van de kluwen. Enorm veel tijd en energie gestoken in de gemeente Lingewaard. En hij heeft mij bijzonder geholpen bij de overdracht. En daar wil ik hem zeer voor bedanken. Dames en heren, de Elsevier publiceert ieder jaar een ranglijst van de beste gemeenten van Nederland. Voor wat het waard is. Maar er zijn 408 gemeenten in Nederland. En in 2013 staat Lingewaard op nummer 150. Onze inwoners vinden dus Lingewaard mooi en een goede plek om te wonen, de moeite waard. En dat is het ook, een gemeente met een verscheidenheid aan kernen. Huissen, sinds 1314 een stad aan de Nederrijn, met een rijk verleden als katholieke enclave in het protestantse Nederland tijdens de 16e eeuw, zwaar geleden onder de Tweede Wereldoorlog door de bombardementen en de evacuatie, maar met mooie tradities die de stad een zuidelijk karakter geven. Bemmel, rond 1200 ontstaan langs een dijk, met een Romaanse kerk waarin afbeeldingen van de ambtsman Joost van Bemmel. Ooit stonden er 4 kastelen, tegenwoordig nog 3, waarvan de meest monumentale de Kinkelenburg. Gent, sinds 1233 een stad waar een toren nog herinnert aan een kasteel, Poelwijk, bekend vanwege de kersenfeesten. Met mooie tradities waar ik me erg op verheugd als het kiezen van de kersenkoningin en haar hofdames en het schuttersfeest. Angeren, al sinds 815 een kerkdorp waar de bewoners vooral hun bestaan vonden in de landbouw en in de steenfabrieken in de uiterwaarden. 2851 inwoners, maar wel een harmonieorkest, een drumfanfare, een dweilorkest en 3 koren. Doorneburg bestaat al sinds 891, ligt op de splitsing van de Rijn en het Pannertskanaal en de Waal en kent een prachtig middeleeuws kasteel. Voor velen van u, maar dat zegt wel iets over uw leeftijd, bekend als het kasteel van Floris. Fort Pannerden is een andere bezienswaardigheid, een lief plaatsje met een sterk verenigingsleven. En dan Haalderen, al 5 eeuwen voor het begin van de jaartelling woonden er op hoge plekken op boerengezinnen in Haalderen. De rivier, de Waal, heeft herhaaldelijk verwoestingen aangebracht in dit dorp. Zeer groot was de schade in 1784, waarbij Haalderen praktisch van de kaart verdween. De diepe kolken die hier omheen liggen, die u zojuist gezien heeft, zijn nog de overblijfselen van die doorbraak. En in Resse staat een prachtig Romaanse kerk uit de 12e eeuw en is een oud dorpsakker beschermd dorpsgezicht. Dan hebben we nog Loo. Een kern in Duiven, dus dat hoort niet bij onze gemeente. Maar een klein stukje grondgebied, en daar wonen nog 6 bewoners, hoort ook nog tot onze gemeente. Dit zijn de kernen van onze gemeente. En ik denk dat u blij bent dat het niet Bronkhorst is, want die heeft er 44. Ik beschrijf ze zo uitgebreid, dames en heren, omdat ik bij het inlezen over deze gemeente en bij de bezoeken aan deze kern gezien heb dat iedere kern een trotse eigen historie heeft en daarmee eigen gewoonten en tradities. En de inwoners hechten terecht aan die eigen identiteit van die kernen. En het is dan ook van belang dat die eigenheid gewaarborgd blijft. Maar evenzo van belang is het dat de eigen kracht van deze gemeenschappen herkend en gewaardeerd wordt. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling adviseert het Rijk op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. En in juni verscheen hun uitgave Swingen met lokale kracht, met als ondertitel Overheden en de netwerksamenleving. De Raad laat zien dat de regie en het eigenaarschap van veel publieke voorzieningen niet meer bij de overheid, maar bij de samenleving ligt. De rol van de overheid wordt dan niet anders, niet minder, maar wel anders. Enerzijds kan de overheid het juiste duwtje geven, anderzijds past haar terughoudendheid. Er is dus een grote verschuiving gaande, van overheid naar meer samenleving, naar gemeenschappen.
En een gemeente als Lingewaard is gezegend met zeer levendige gemeenschappen. Met inwoners die hart hebben voor hun dorp of stad, die zich willen inzetten voor hun leefomgevingen voor elkaar. De lokale kracht die hier aanwezig is. En aan ons om die kracht te herkennen en als vertrekpunt te nemen. Gezamenlijk gaan wij die stappen zetten. Het vereist een compleet andere wijze van werken als college, als ambtelijk apparaat en als gemeenteraad. Waarbij we ook anders gaan communiceren, gericht op de ontvanger, vragen stuurt. Ik zal daarom thematafels organiseren waar overheid, bedrijfsleven, organisaties, verenigingen en inwoners ideeën kunnen uitwisselen en initiatieven kunnen toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. En om samen ideeën te ontwikkelen moet je elkaar ook beter leren kennen. Ik wil dan ook de komende periode bij mijn kennismakingsrondje langs bedrijven, verenigingen en instellingen de lokale pers meenemen, zodat onze inwoners via mij nader kennis kunnen maken met al die fantastische mensen en organisaties in onze gemeente. Immers, bekend maakt bemind. Ik zal zoveel mogelijk activiteiten binnen onze gemeente bezoeken. Ik vrees alleen niet dat ik het allemaal in het eerste jaar zal kunnen bijwonen. Onze gemeente staat immers vol van activiteiten. Maar ik zal mijn interesse graag willen tonen en de verbindingen leggen tussen inwoners en gemeentebestuur. We staan als gemeente, en de heer Telders zei het al, voor grote uitdagingen. Onze takenpakket wordt aanzienlijk groter en onze inwoners verwachten terecht van ons een goede dienstverlening. Om dat te realiseren is samenwerking met onze buurgemeente essentieel. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat Nijmegen zich bewust is van de kracht van de ommelanden. En in de speech van de heer Keizer van Arnhem bij zijn installatie hoor ik de onderkenning van de toegevoegde waarde van buurgemeenten voor de stad. Ik geloof in de kracht van de conglomeratie. Met behoud van zelfstandigheid de meerwaarde van gezamenlijkheid steeds onderzoeken. De gemeente Overbetuwe en Lingewaard vormen samen het groene hart tussen Arnhem en Nijmegen. Deze speciale positie maakt het noodzakelijk om beleid met elkaar af te stemmen. Ik verheug me dan ook op de samenwerking met de heer Van Asseldonk en het college van Overbetuwe. Het is belangrijk elkaar steeds de hand toe te steken en elkaar vast te houden. Geachte leden van de raad, u zocht voor deze gemeente een burgemeester die verbanden legt binnen en buiten het gemeentehuis en verenigt. Ik zal oude wonden schoonmaken en afdekken, niet openrijten. Ik zal me samen met u vooral richten op coöperatie, met oog voor eigenheid en respect. U heeft dit moment te willen aangrijpen om te gaan voor de inhoud. Uw opdracht aan mij is om u te leiden door een cultuurwijziging waar integriteit en samenwerking voorop staan. U wilt het verleden gebruiken om van te leren, niet om in te hangen. En u heeft aangegeven scherp te willen debatteren. Maar dan wel in het besef dat, en ik citeer Kees Schuit, prachtige uitspraak, dat democratie uitgaat van de mogelijkheid dat de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben. Ik heb enorm respect voor de wijze waarop u afgelopen jaar naar uzelf heeft gekeken en de stappen die u heeft gezet om naar een transparanter bestuur te gaan. U zocht een burgemeester om samen met u die ingeslagen weg te bewandelen en dat ga ik graag met u doen. U zocht ook een burgemeester die onpartijdig is. En ik moet u zeggen dat ik dat niet zal zijn. Ik voel me meervoudig partijdig. Zowel voor onze inwoners als voor onze raad. Samen met u, het college en de ambtelijke organisatie gaan we Lingewaard op de kaart zetten als een gemeente waar het heel goed wonen, werken en recreëren is. De inwoners van onze gemeente vinden dat al. We staan immers zo hoog op de ranglijst. Maar we kunnen altijd werken aan beter. Ik ben er trots op om uw burgemeester te mogen zijn. Ik ben geïnspireerd om burgemeester te worden door Huib Zijlmans, gecoacht door gedeputeerde Jan Markink en bestuurlijk herkend door Hans van den Broek. En ik ben dan ook zeer verguld dat alle drie de heren vandaag aanwezig zijn. Maar ook mijn lieve man, die mijn ambities ondersteunt en mij de ruimte geeft, mijn fantastische kinderen, die me nog minder gaan zien, vrees ik. Ze zijn me gevolgd naar deze gemeente
En dames en heren, het was een drukke week met afscheid, verhuizing, oplevering en inrichting. Maar vanavond slapen wij in onze gemeente. Ik verheug me erop om zakelijk en privé deze mooie gemeente nader te leren kennen. U zult me zakelijk, maar ook privé, in alle kernen daarom tegenkomen. Ik ben de trotse burgemeester van alle inwoners van Lingewaard. Volgens de Indianen is het tevoorschijn komen van een vlinder de geboorte van een nieuwe werkelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat ons gemeentelogo symbool staat voor een nieuw begin. Vandaag is de eerste dag en ik zal met trots dit logo dragen. Immers, waar een vlinder is, is een bloem nabij. Dank u wel. Alles onder één dak bij Janssen Sound & Light in Gent. Oren en ogen voor geluid en licht. Voor verkoop en verhuur van theaterverlichting, geluidssystemen, mixers, mengtafels, lichteffecten, van microfoons tot rookmachines. Alles voor u onder één dak. Janssen Sound & Light in Gent. Als uw wensen groter zijn dan uw budget, bel ons dan gerust. Want voor elk probleem zoeken wij de juiste oplossing. Janssen Sound & Light 0841 425 335. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand. Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag. Van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloop van Gelderland. Twice is nice te Huizen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleine huisraad, kleding, LP's, CD's, video's, curiositeiten en gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huizen. Industrieterrein Pannenhuis tussen Praxis en Floor Factory het steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice, Huizen.